allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In de video van vandaag wil ik het gaan hebben over boeken die in 2020 uitkomen en waar ik heel erg benieuwd naar ben. Ik heb 10 boeken uitgekozen, zowel boeken die in het Nederlands uit worden gegeven als boeken die in het Engels uit worden gegeven. Dus laten we maar beginnen met mijn lijstje. Ik zal de boeken langs gaan per uitgeverij. Dus ik zal eerst beginnen met de uitgeverij te benoemen en dan de boeken die eruit komen. Tenzij het er maar één is bij een uitgeverij, dan zal ik het boek noemen en dan vervolgens de uitgeverij erbij. Ik zal ook vertellen wanneer het boek uitkomt en ik zal een klein beetje vertellen waar het boek over gaat. Voor zover dat ik kan vinden waar het over gaat in ieder geval. Ik heb een papiertje waar het allemaal op staat en ik heb mijn mobiel nodig, want hierop staat niet waar de boeken over gaan. Dus vandaar dat ik het een beetje op deze manier moet doen. Dus ja, laten we maar beginnen. Als eerste heb ik 3 boeken van Blossom Books waar ik heel erg benieuwd naar ben. Het eerste boek is Havenval van Sarah Holland en deze komt maart 2020 uit. Ik zal hier zo eventjes de cover laten zien als ik die kan vinden. En dan zal ik even kijken waar het boek precies over gaat. Sarah Holland is de schrijfster van Everless en Evermore. Ik heb Everless zelf wel gelezen, Evermore heb ik nog niet gelezen. Ben ik gewoon nog niet echt aangekomen. Dus ja, ik heb in ieder geval genoten van het eerste boek van Everless. En Havenval gaat over een veilige haven waar 2 verschillende werelden bij elkaar komen. Dus die plek is een veilige plek voor mensen uit zowel beide werelden. We volgen Maddie en ze is naar de haven gekomen om een fijne zomer te hebben, zover dat kan, aangezien haar moeder wordt verdacht van het vermoorden van haar broer. Op een gegeven moment gebeurt er iets waardoor Maddie het gevoel heeft dat ze Havenval moet beschermen. En meer weet ik er niet heel erg veel over, maar het klinkt in ieder geval als een heel leuk fantasy verhaal. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Deze komt dus in het Nederlands uit. Hij is volgens mij in het Engels al uitgekomen, maar nu komt hij dus in het Nederlands uit. Het tweede boek is Tiny Pretty Things van Sona... Sharapotra. En... Daniele Clayton. Deze komt ook uit in maart 2020. En deze is al uitgekomen in het Engels. En dit is volgens mij een beetje een boek wat lijkt op Black Swan en Pretty Little Liars. Dus een beetje een donker verhaal met mysterie erin. Maar het gaat wel over ballet. En ik heb zelf de hele tijd gedanst, geen ballet, maar dansen vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. En ik ben heel erg benieuwd naar wat dit boek zal brengen. We volgen Gigi, Bette en June. En zij zijn de top 3 beste studenten van Manhattan Ballet School. En zoals... vaak in het balletwereldje is er genoeg drama. Dus ik laat me gewoon verrassen. Ik wil niet precies weten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat boek. En dan het laatste boek bij Blossom Books waar ik heel erg naar benieuwd ben is Verbeeld Me van Tahara Mafi. Die komt uit in mei 2020. En dit is deel... 6 in de Touch and Juliet serie en in het Engels heet die Imagine Me. En in het Engels is hij ook nog niet uit, als ik het goed heb. Of hij is in ieder geval net uitgekomen, durf het niet precies te zeggen. Maar dit deel gaat dus gewoon verder waar deel 5 is gebleven. Dus ik kan niet heel veel zeggen over het verhaal zelf, behalve dat je Juliet volgt die een bepaalde kracht met zich meedraagt, waardoor het lijkt alsof ze een monster is. Ze kan namelijk iemand vermoorden met 1 simpele aanraking. En ik denk dat de meeste van jullie al wel eens gehoord hebben van de Touch and Juliet serie. En
Ik heb hem hier zo ook op mijn boekenkast staan. Dus mocht je hem eventjes niet in je hoofd hebben, dat is dus de serie waar ik het over heb. En verder ga ik er ook niet echt heel veel meer over vertellen, want anders verklap ik een heleboel. Dan vervolgens heb ik heel veel zin in de Onbreekbaar serie van Lisette Jonkman. En deze komt uit bij LS Amsterdam. Dit boek was eerst een Kindle Original, maar ze gaan hem ook op papier uitbrengen, waar ik heel erg blij mee ben. Want ik heb zelf geen Kindle en ik had die van mijn moeder kunnen lenen, maar ja, mijn moeder die houdt ook heel erg van lezen. En ik wil niet degene zijn die ervoor zorgt dat zij gewoon minder kan lezen, omdat ik per se een serie wil lezen. In deze serie volgen we Abby of Abigail en zij komt ook voor in de Verkikkerd trilogie, die ik ook al een tijdje geleden heb gelezen. Ik moet het laatste deel nog steeds lezen en dat ga ik ook echt binnenkort doen. Maar het is dus zeg maar een spin-off van de Verkikkerd serie, maar ik weet wel bijna zeker dat je die niet nodig hebt om de Onbreekbaar serie te kunnen lezen. Ik denk dat het twee dingen op zichzelf zijn, maar dat het wel leuk is als je beide series zou lezen. Abigail is een model, maar zo nog steeds in een studentenhuis. En haar buurman is Ferdinand of Ferdy. Als je de andere serie hebt gelezen, dan ken je hem vooral als Ferdy. Hij is dus net begonnen aan zijn studentenleven. Abigail is al klaar. Abby is al klaar met haar studentenleven. Maar hun leven wordt een beetje tegen elkaar gegooid. En dan gebeuren er allemaal verschillende dingen. En er zijn 3 boeken uitgekomen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar wat deze serie brengt. Dan vervolgens heb ik 2 boeken bij de boekerij die ik heel graag zou willen lezen dit jaar. Het eerste boek is De Vredeprins van Holly Black. Deze komt in februari 2020 uit. En ik denk dat de meeste van jullie al wel eens hebben gehoord van dit boek. In het Engels is het namelijk The Cruel Prince. En ik ben al een tijdje benieuwd naar dit boek. Maar ik weet dat Engelse fantasy voor mij soms wat lastig is om te lezen. Dus ik heb een tijdje gewacht en nu komt het boek dus in het Nederlands uit. Dus gaat het een stuk makkelijker zijn voor mij om het boek te lezen. En dan moet ik heel eerlijk zijn, ik weet niet eens dus heel goed waar het boek over gaat. Maar het gaat over een koninkrijk. En over feeën. En ze wil deel uitmaken van de staf die in het koninkrijk rondloopt. En meer weet ik er niet over en meer wil ik er zelf ook eerlijk gezegd niet over weten. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar hoe dit boek me zal bevallen. Aangezien die bij heel veel mensen heel goed is bevallen. Dus dat boek komt in februari uit. En dan vervolgens een nieuw boek van Sarah J. Maas. En ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb hier zo de Court of Thorns and Roses serie. En ik heb ook de eerste 2 boeken in de Throne of Glass serie gelezen. Ik wil nog verder met de Glazen Troon serie, maar daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Ik heb wel deel 3 in mijn boekenkast staan, dus daar kom ik zeker aan. Maar dit is een gehele nieuwe serie en het is geen YA, maar het is een volwassenen serie. Zoals vaak gaat het weer over feeën en over een half vee, half human. Er is als het goed is een hele nieuwe wereld waar ik heel erg benieuwd naar ben. Want ik vind die werelden van haar gewoon zo fijn. Zoals ik al zei, ik vind het in het Engels vaak moeilijk om fantasy te lezen. Maar de A Court of Thorns and Roses serie was een van de eerste fantasy boeken die ik las. En in het Engels, dus die waren me echt best wel goed bevallen. Ik heb ze niet super snel uitgelezen, maar ze waren me wel goed bevallen. Gewoon omdat de wereld zo fijn was om te lezen. En het was ook gewoon een fijne wereld om even in te kunnen verdiepen. En ik ben dus ook heel erg benieuwd naar hoe deze nieuwe wereld zal zijn. Vervolgens hebben we een boek van Best of YA. Best of YA Books. En dit is Mijn Jaar Na Jou van Nina de Pas. Oh, Nina de Pas. Ik weet niet waarom ik daar een M van heb gemaakt. Deze komt in april 2020 uit. En deze gaat over een meisje die net haar beste vriendin, als het goed is, heeft
verloren. En dan vervolgens gaat ze naar een kostschool in de Zwitserse Alpen. En daar weet niemand iets over haar verleden en dat vindt ze eigenlijk wel fijn. Maar ze maakt natuurlijk nieuwe vrienden en daardoor worden haar muren afgebroken. En ze weet niet zo goed hoe ze zich daarbij moet voelen. En meer staat er niet echt over dit boek beschreven, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat het best wel een heftig boek gaat worden, maar het kostschoolgedeelte lijkt me heel erg leuk om te lezen. Dus ja, ben benieuwd naar dat boek. Dan vervolgens gaan we door naar 3 Engelse boeken. En 1 daarvan weet ik toevallig dat het deel 2 is in een serie. Wat ik niet wist toen ik deze lijst ging maken, maar dat maakt verder niet uit. Dan moet ik deel 1 ook nog even lezen. Het eerste boek is Of Curses and Kisses van Zendaya Menon, als ik het goed uitspreek. En dit boek gaat over een internationale kostschool waar een spin-off komt van Beauty and the Beast. Dus dat zal je erin terugvinden. En wat ik ervan kan herinneren is volgens mij dat er een meisje is en een jongen van families die niet met elkaar om kunnen gaan volgens mij. En dat die dus bij elkaar op school komen en dat er dan vervolgens allemaal dingen gebeuren. Volgens mij was er ook iets van mysterie wat erin voorkwam. Het is wel duidelijk dat ik niet goed weet waar boeken over gaan, maar toen ik het las leek me wel heel interessant. Dus dat boek komt in februari uit bij Simon & Schuster US. En vervolgens het boek wat dus deel 2 is eigenlijk in een serie. Dat is Map From Here to There van Emery Lord. Deze komt 5 maart 2020 uit bij Bloomsbury. En waar gaat het eerste boek over? Want dat heb ik niet opgezocht. Wel waar het tweede boek over gaat. Het gaat over Paige en haar eerste vriendje overlijdt in een auto-ongeluk. Ze is 2 jaar lang niet naar school gegaan, maar ze vindt dat het tijd is om terug naar de middelbare school te gaan. En ik kan wel bedenken dat het best wel zwaar is om na zo'n verlies terug op school te komen. Dus ik denk dat het vooral daarover gaat. En hier staat What Happens After Happily Ever After. Dus ik neem aan dat je een stapje verder gaat kijken naar wanneer een normale serie klaar zou zijn als het einde mooi is geweest. En dat het dan eigenlijk helemaal niet per se heel erg mooi blijft. En dan vervolgens het laatste boek wat een kinderboek is. Mijn enige kinderboek wat eigenlijk op deze lijst staat. En dat komt ook omdat er heel veel kinderboeken uitkomen. En ik niet echt heel veel zin had om heel die lijst door te gaan. Want het was nogal een lange lijst. Dus we doen het maar op zo'n manier. Dit boek is The Extremely Inconvenient Adventures of Bonte Meddlestone van Jacqueline Moriarty. Deze komt 2 februari uit bij Omora Michael. Ik weet het ook niet precies. Dit boek gaat over een meisje genaamd Bronte. En haar ouders zijn vermoord door piraten toen ze 10 jaar oud was. En zoals de titel al suggereert, komen er in ieder geval heel veel avonturen in voor. En meer hoef ik er niet over te weten. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik las Piraten en het gaat over een heel koninkrijk. Of verschillende koninkrijken zelfs. En avonturen. Nou, dat klinkt voor mij als een perfect kinderboek. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik echt naar boeken ben gaan kijken die in het jaar uit zou komen. Er komen natuurlijk heel veel boeken uit in een jaar. Maar dit zijn de 10 boeken die mij het meest aanspraken op dit moment. Dus ik hoop deze ook dit jaar te kunnen lezen. Of in ieder geval te kunnen bemachtigen. Zodat ik ze of dit jaar of volgend jaar zou kunnen lezen. Eigenlijk alle boeken kwamen wel begin van dit jaar uit. En dat komt ook omdat bij de meeste uitgeverijen nog niet voor heel het jaar de catalogus is uitgegeven, maar alleen voor de lente bijvoorbeeld. Dus daarna komen nog heel veel boeken. Dus er kunnen heel veel boeken bijkomen. Maar goed, dit is in ieder geval voor tot aan de zomer wat boeken zijn die mij heel erg interessant lijken. Ik ben heel erg benieuwd. Kijken jullie ook aan het begin van het jaar welke boeken dat jaar eruit komen? En zo ja, laat dan hier in de reactie onder weten welk boek jij nou heel graag wilt lezen in 2020 die ook dit jaar uitkomt.
Dit is dan weer het einde van de video. Mocht je deze video leuk vinden, laat dan even in de reacties hieronder achter weten dat dat zo is. Want dan kan ik vaker zo'n video opnemen. En geef ook zeker een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!